Goed, dan gaan we nu over, dames en heren, tot de uitreiking van de prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke bijbal. Mannelijke bijdragende rol. Genomineerd zijn Vincent van der Valk. Voor zijn... Hallo, Vincent. Ja, zeker. Hartelijk gefeliciteerd. En nog hele vele jaren. Vincent. Nee, dat is hem nog niet. Dat is hem niet? Nee, nee. Oh, dat is hem niet. Ja, dat is hem. Oh. Nog even. Vincent van der Valk introduceert een personage van wie niet eenvoudig te houden is. Medeleven en afschuw wisselen elkaar af. Waar je als toeschouwer probeert een voorstelling van Louis' beweegreden te maken, laat Van der Valk je niet makkelijk binnen. Hij kan charmant zijn, maar ook leep. Heeft iets slepends in zijn spel en is plots weer heel scherp. Gestaag bouwt hij zo zijn personage, een fascinerende androgyne verschijning die vlindert tussen kwaadaardige lafheid en oprechte liefde. Hij geeft hiermee uiteindelijk een ongelooflijk indringende interpretatie van deze bijzondere rol. En eentje die nog lang beklijft. Maar er zijn er meer. Ja. Het juryrapport heeft ook genomineerd Hubert Vermin. Hubert. Hubert Vermin kent zijn Shakespeare en was in zijn 40-jarig acteursbestaan vaak genoeg te zien in heerlijke creaties. Ook dit seizoen voegt hij er weer toe aan zijn lijstje. Met de rol van de trouwe bediende Adam. Waarvan hij op de hem kenmerkende manier wederom een kunststukje heeft weten te maken. Met die specifieke motoriek. Met dat irriterende stemgeluid. Intrigerende stemgeluid. Het beheerst spel vormt hij een baken van rust en wijsheid in deze vervelende productie. Wervelende productie. Puur zijn... Wie heeft dit geschreven in godsnaam allemaal? Puur zijn presens geeft gedurende de gehele voorstelling het soort tintelende genoegen als dat van een langzaam uitpakken van een groot gesmak. Ik een tijltje, ik kan het allemaal niet. Doe jij nog even lekker. Ja, groot geschenk. Dus echt goed. De derde genomineerde in deze, voor deze Arlecchino is Wart Weemhof. Ja. Yeah. Zeker. Voor zijn rol in Gavrilo Princip. Wart Weemhof nomineren voor een Arlecchino is een hachelijke zaak natuurlijk. Wart Weemhof. Zijn prestatie is niet los te weken die van het gehele collectief. Van die van het gehele collectief, de warme winkel. Maar zeker in deze productie is het een bijzondere ervaring om hem de hele voorstelling te volgen in zijn opperste concentratie. Haast zoals een speler in een voetbalwedstrijd. Altijd daar, altijd beschikbaar, altijd klaar om de bal aan te nemen en te scoren. Zijn nooit aflatende eigenheid geeft dit heerlijke, veelzijdige verhaal over die Bosnisch-Servische aanjager van de Eerste Wereldoorlog. Die is de goeie. Extra cachet. Wil jij nou de derde? Hij is omgewisseld. Moet die weer terug? Huh? Wat is dit dan? Hij is omgewisseld. Gaat helemaal fout hier achter. Oh, ja. Dit is Arlecchino. Huh? Dit is de Arlecchino, toch? Arlecchino, met je palm. Ja, ik zag over zijn. Oh, we krijgen de nominaal. Ja, okay. Met de prijs. Okay. Wat is de voorkant? Wat is de voorkant? Zet hem eens op. Ja, op voor. Nee, ik ga er niet voor. Wie hebben hem gewonnen? Winnaar van de Arlecchino 2015. Is Vincent van der Valk. Yes! Godverdomme, Vincent van der Valk.
Beste Vincent die een Arlecchino heeft gewonnen. Namens de Vincent die nog nooit een Arlecchino heeft gewonnen, schrijf ik je uit voorzorg. Hoe klein ik de kans nu ook acht dat deze woorden daadwerkelijk zullen worden uitgesproken, ik wil je in dat uitzonderlijke geval niet aan je lot overlaten. Prijzen hebben namelijk een merkwaardig effect op mensen. En ik kan me niet aan het idee onttrekken dat je daar zonder mijn hulp met knikkende knieën iets zou doen waar je later spijt van zou krijgen vandaar. Ga vooral niet van deze gelegenheid gebruik maken om iets zinnigs te zeggen over het theaterbestel. Daar is het niet het moment voor en zoveel zinnigs heb je daar ook niet over te zeggen. Onderdruk ook de impuls om een of ander harmonieus, liefdevol saamhorigheidsgevoel gebaar naar al je collega's te maken. Dat heeft vaak het aanverrechtse effect. En trap al helemaal niet in de val van het relativeren van de prijs met een tekst als een prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie van een seizoen is als prijs voor meest oprechte doelpunt van een WK. Dat kan heel blasé overkomen. Ik kan je als iemand vertellen die nog nooit zo'n prijs won, dat ik vind dat je nu maar twee dingen wel moet doen. Gelukkig zijn en dankbaar. En aan die dankbaarheid mag je best even aandacht schenken. Want een acteur bestaat alleen bij de gratie van de andere. En wat is die andere in jouw leven rijkelijk vertegenwoordigd geweest? Eigenlijk van het begin af aan al en door de academie heen en ook daarna, maar het afgelopen half jaar in het bijzonder. Angels in America was een warm bad waar op hoog niveau met bezieling en ongelooflijk veel liefde werd gewerkt aan een verhaal over menselijkheid. Jacob, Rick Paul, Teun, Roy, Bianca, Kirsten, Maria, Marcus, Joris, Evaline, Petra. Mijn dank is groot. En mochten deze woorden ook daadwerkelijk worden uitgesproken, dan hoop ik vurig dat jullie deze prijs met mij als kroon op ons werk kunnen zien. Voor mij staat daar namelijk meer dan wat dan ook symbool voor een ode aan het spelen, voor dat wonderlijke halfjaar en voor de innige band die ik met een ieder van jullie voel. APPLAUS.